Barbara, jij hebt ook met hem gevoetbald. Ik bedoel, vriendschappelijk natuurlijk. Maar zag je zelfs in, toen hij wat ouder was, toen hij gewoon voor de gein meedeed, zag je dat soort dingen ook al ook weer terugkomen? Ja, het leukste, we hebben samen volgens mij wel vaak met hem gevoetbald. En hij liep eigenlijk geen stap meer. Maar vorig jaar vond ik hem weer in vorm in mei. En toen was het was een feest. Ik stond in het veld met Bergkamp, met Cruijff, met Jonk. En ik. En dat, er was één. Die hoort er niet in het rijtje thuis. Nee, maar er was één fenomenaal. Op zijn Cruijff stuurde hij met dat handje mij weg. En iedereen, inclusief ikzelf, ik zag hem natuurlijk maar al gaan en die goal maken. Dus ik denk, nou, daar komt hij, mijn moment of fame. En ik loop nog. Maar die bal ging natuurlijk buitenkant rechts naar Figo Waas, die op de doellijn stond en alleen maar op zijn hoofd erin. En, ja, de eerste keer dat hij scoorde, een Figo. Ja, maar dat was jou. En als je wel een keer een fenomenale goal maakte, was het natuurlijk altijd puur geluk. Nou, dat was Sjaak natuurlijk voorop, die coach dan en Johan. Het was gelukbarend. Maar het was een feest om met hem te voetballen. Maar wat ook wel leuk was, ik heb zelf ook als klein meisje gevoetbald dat hij langs de lijn stond, omdat ik tegen Ajax speelde. En kijk, hij wist wel wie die moest aanpakken. Dus Richard, die de top kon halen. Maar hij heeft natuurlijk tegen mij in die tijd, ik kon als meisje redelijk voetballen, maar hij heeft tegen mij altijd alleen maar aardige dingen gezegd. En hij ging mij ook vertellen hoe ik moest lopen. En ik hoopte natuurlijk ook, want Johan kwam in de jeugd scouten. Die stond met Bruin Slot langs de kant als ik met Buitenvelder tegen Ajax speelde. En dan hoopte ik natuurlijk toch stiekem dat Johan zei, ja, nou ja, we maken één keer een uitzondering. Maar hij wist natuurlijk dat ik nooit iets ging bereiken. Dus hij was voor mij heel lief. En dat was volgens mij ook zo. Als je net niet goed genoeg was, zou hij je dat niet flikken. Hij wist dat jij de beste was. Dus dan maakte hij je helemaal gek. Maar hij is voor mij vooral lief geweest. En later was Sjaak zat vooral achter me aan als we wedstrijden. Is hij ook lief tegen jou, Sjaak? Ja, zeker. Nee, hij was tegen jou niet lief.